Maar zou die eigenlijk niet naartoe mogen? Oh nee. Oh nee, gaat het fout? Worden we nu aangevallen? Oh, er komt iets op ons af. Jongens. Wow! Yo, Nintendo fans! Zien jullie wat hieronder gaande is? We mogen eindelijk Pokémon Sword and Shield gaan spelen. De games waar we al naar uitkijken sinds de Nintendo Switch uit is. Ik ga niet te veel praten. We gaan gewoon beginnen. Let's go! Oh nee, dit is geen Pokémon Let's Go. Oh, wat staan daar voor vage tekentjes rechtsonder in het beeld? Oh, en wat vinden jullie trouwens van deze overlay? Ik ben er echt super trots op. En oh ja, op het moment dat deze video online komt, ben ik op Twitch 20 uur lang Pokémon Shield aan het spelen. Dus als je dat wil zien, kom daar ook zeker even kijken. Oké, wat gaat hier gebeuren? Wat? Gaan we naar YouTube? Hebben we gewoon een YouTube filmpje? We zien het vuurwerk. We zien een man in een pak met een heel mooie baard. Welcome, one and all. Welcome to the wonderful world of Pokémon. Welkom in Galar. Het is een hele mooie plek met allerlei mooie natuur, mooie steden en heel veel Pokémon met wie we ons leven kunnen delen. Zoals je weet, streeft onze gemeenschap ernaar. Is dit de burgemeester? Wow! Wow! Die is vet! Holy moly! Thanks to the help of mysterious creatures that we call Pokémon. Wat is dit een toffe Pokémon? Ik heb de leaks niet gevolgd, dus ik heb al deze nieuwe Pokémon allemaal nog niet gezien. Wow, wat is dit vet. We zien daar Pidoffs in de lucht. Er zijn Pokémon in de zee. En nu zelfs ook in onze steden. Oh, wat vet. En wij die ervoor kiezen om onze Pokémon te trainen en op te voeden, kunnen ook battelen met Pokémon. Wij roepen alle Pokémon trainers. Oh, ik vind het zo'n leuke Pokémon, die olifant. Wat vet. Maar oké, laten we even rustig blijven, zegt deze man. Geef me even de kans om mezelf te introduceren. Mijn naam is Rose. Het is een genoegen om hier te zijn. En nu presenteer ik u de sterkste trainer in Galar. De kampioen die nooit verslagen is. Het is tijd voor kampioen Leon's voorbeeld oefenwedstrijd. Kijk hem. Oh, wat een entrance. Oh, wat een guy. Ja, deze guy ziet er wel stoer uit, man. Met zijn mooie haartjes en zijn mooie pak. Check hem. En hij heeft een Charizard bij zich. Holy shit. Wat vet. Oh, dit begin is epic. Oh, dit is trouwens de enige Pokémon die ik iets minder vond van die ik heb gezien. Ik heb tot de ene laatste trailer heb ik alles gekeken. En daarna niet meer. En ik heb dus wel gezien dat dat Charizard kan Dynamaxen. Holy moly. Kijk hoe groot en hoe vet hij is. Hij is wel tof, man. Hij heeft een hele nieuwe vorm gekregen. En dit is Pokémon Sword. Oh, wat tof. Oh, en deze is ook zo nice. Wooloo. Oh, dit is zo'n leuke Pokémon. Ik wil eigenlijk wel gewoon een Wooloo in mijn team, man. Wooloo is echt nice. Oh, en die artstyle, man. Dit ziet er vet uit. Dit ziet er zo vet uit. We zien een Munchlax in ons huisje. Uiteraard beginnen we weer gewoon in ons huisje. En wat hebben we daar? Hebben we daar nou... Is dat een 3DS? Is dit een telefoon? Het is geen Switch, zo te zien, of wel? Hallo, hallo. Hallo. Hop. Is dit mijn mattie? Oh, is het mijn nieuwe telefoon? Ik heb een gloednieuwe telefoon gekregen. Deze man heeft al genoeg Pokémonies in de bank, jongen. Koopt gewoon even een nieuwe telefoon. Alsof het niks is. Hop vraagt of we naar Lee's wedstrijd aan het kijken waren. Maar je kan niet juichen als je zo'n grote telefoon in je handen hebt. De enige manier dus om goed te juichen is met zijn bekende Charizard pose. Oh, ga jij even poseren? Hoppie? Wie is dit? Dit is mama. Nou, ik had niet verwacht om je hier te zien. Is dit de grote dag? Ja, dat is precies waarom ik hier naar Rikachu kwam, zei Hop. Nou, laat die wedstrijd van Lee maar zitten. Ik heb toch thuis opgenomen. Oh, Lee is de broer van Hop. Hij zegt, ik neem toch al mijn broers wedstrijden op. Kom mee, Rikachu. Hij kan hier elk moment zijn. En Lee brengt altijd cadeautjes mee. Dus neem je tas ook gewoon even mee. Nou, Hop gaat er vandoor. En die zegt, zie je zo, later. Alright, daar gaan we onze allereerste stapjes in de Galar region. Oh, wat voelt dit nice om hier te zijn. Ik zag hier een Pokeball. Oh, dat is de Pokeball. Oh, nee, dat is gewoon het mandje. Het mandje van Munchlax. Oh, wat tof, jongens. Jullie zien boven in mijn overlay staan, Galar Original Pokémon Only. Dat betekent dat we alleen met Galar Pokémon gaan vechten. Alleen met Pokémon uit deze generatie. Dus we zullen bijvoorbeeld geen Charmander in ons team doen. Maar alleen nieuwe, gloednieuwe Pokémon. Ga je er nu al vandoor, Rikachu? Heeft Hop niet gezegd dat je je tas even mee moest nemen? Ik heb het voor het laatst in je kamer gezien. En vergeet niet om ook even een petje mee te nemen. Alright. Waar is mijn kamer? Oh, wacht even. Ik moet gewoon hier naartoe. Dit is overduidelijk mijn kamer. Ja, en dit is mijn supermooie tas. Nice, fancy.
En mijn muts. Ja, ik moet nog even nieuwe spullen kopen. Ik wil een andere tas en ik wil ook een andere muts. Als we op X drukken, hebben we de Adventure Guide. Oeh, dit ziet er ook wel fancy uit. En hier hebben we gelijk de map. Oh, wow. Oké, dit is echt een hele nieuwe stijl. Nou, ik ga er nog niet te veel naar kijken. Kijk, ik zie hier wel een Nintendo Switch staan. Dat is het goede voorbeeld, jongen. Mooi Eevee postertje. Nou, ik ben er klaar voor, mam. Ik ga naar buiten. Mijn moeder zegt, ga maar snel. Hop, die is op je aan het wachten. Maar je mag niet het bos in. Want daar zijn de wilde Pokémon. Let's go. Oh, en we zijn buiten. Dus even kijken hoe dit eruit ziet, jongens. Volgens mij ziet het er echt prachtig uit. Ja, dit ziet er super mooi uit. Daar is Hop. Hoppie. Yo, man. Oh, we zien hier gelijk een... Yo, Hoppie, met je mooie woeloe. Hop zegt, ah, daar ben je, Rick. Die oude tas van je, dat ziet er wel uit alsof die je zo achterover kan trekken. In ieder geval weten we dat alles er gewoon in past. Ook al is het zo groot als een Snorlax. Oké, oh, wat is deze woeloe aan het doen? Die wil er doorheen. Ah, die woeloes, die zijn zo hulpeloos. Alleen daarom wil ik al een woeloe in mijn team. Hey, jij woeloe. Ik zie wel wat je doet. Ga dat hekje nou gewoon niet tackelen. Nou, luister. Daar mag je niet naartoe. Iedereen weet dat er enge Pokémon leven in het Slumbering Wild. Het sluimerende wilde of zo? Woeloe is er teleurgesteld. Arme woeloe. Hop zegt, nou, we gaan even racen. We gaan kijken wie het eerst bij mijn huis kan zijn. En Hop is er overtuigd dat hij wint omdat wij zo'n oude lelijke tas hebben. Ja, maar vriend, je begint ook zonder af te tellen. Dat is niet eerlijk. Kijk hoe groot de voorsprong je hebt. Ha, Matty. Oh, nog meer woeloes. Want ik wil geen eens racen. Ik wil gewoon even naar deze omgeving kijken. Naar die mooie Butterfree's die daar vliegen. Dit voelt echt heel anders door de camera. De camera hangt nu soort van achter je. En eerst was het volgens mij heel anders. En tegenwoordig kunnen we dus blijkbaar gewoon ruilen met andere mensen door gewoon rond te lopen. Oké, bedankt voor de info, meneer. Zo te zien kan ik daar ook niet naartoe, want daar is een woeloe gevecht. Ik denk dat dit het huis is van Lee en Hop. Ik zie hier de vooringang, maar... Maar, kan ik ook door de zijingang? Nee. Nou, dan nemen we gewoon de hoofdingang. Hallo, moeder van Hop. Ik vraag me wel af, waar zijn al die vaders? We zien altijd de moeders in beeld, maar waar zijn de vaders? Daar ben je, Hop. Eindelijk. En je hebt Rikkertje meegenomen. Maar waar is Lee? Vraagt Hop. Heb je hem opgesloten in een kassie? Nee, hij is er nog niet. Voor de 100ste keer, Hop. Je moet een beetje geduld hebben. Waarschijnlijk is hij nu bij het station in Wedgehurst. En Hop zegt, dan ga ik daar nu naartoe. Lee is altijd in de war, die kan de weg nooit vinden. En ik ga ervoor zorgen dat hij niet verdwaald raakt. Hop zegt, ik wacht voor je op de route. Oké. Oh, hier is papa. Yo, voor Hop is zijn broer een superheld, zegt hij. Yo, er staan hier ook wel aardig wat trofeetjes inderdaad. En een poster en een medailles en weet ik veel wat allemaal. Yo, maar hebben jullie ook een foto van Hop dan? Anders vind ik het een beetje zielig. Lijkt me een soort van altaar voor Lee, man. Oh, is dit oma? Of is dit de schoonmaakster? Want ze zegt, ik wil de kamer van Lee een beetje opgeruimd houden. Oh, dit lijkt op mijn kamer met superveel petten, jongen. Oké, degene van wie deze kamer is, heeft wel iets meer petten dan ik. Ik denk dat ik een stuk of 30 petten heb, maar hier de 15, 15... Nou, hier hangen er ook wel 33. Nou, ik denk dat we dicht bij elkaar zitten. En dit zal dan de kamer van Lee zijn. Met een Gengar, een Machamp en een Charizard. Oh, allemaal Gem 1 Pokémon, dat waardeer ik wel. Lee is wel van die original Pokémon. Nice. Oké, we gaan naar buiten. Waar moeten we naartoe? Waarschijnlijk moeten we naar links. Ik denk dat die woeloes wel uitgevochten zijn nu. Ja hoor, daar staat hij. Onze grote vriend Hop. Oh, en daar staan al superveel mensen bij het station. Hop zegt, laten we gaan. Maar Rikachu, wilde Pokémon kunnen overal vandaan komen als je in het gras gaat. Ik heb mijn woeloe bij me. Dus ik ben ready voor battles. Super woeloe. Ik wil ook een woeloe. Maar goed, wij kunnen nog niet battelen. Wij mogen het gras dus nog niet in. We moeten rechtstreeks naar het treinstation. Let's go. Kijk, ik wil nu zo graag hier naar rechts. Maar dat mag waarschijnlijk niet van Hop. Nee, zie je? Ik mag nog niet. Nee. Laat me in het gras. Ik wil ook mijn Pokémon vangen. Oké, Hop. Nou, dan gaan we lekker naar het treinstation. Laten we Lee op gaan halen bij het treinstation. Oh, hij staat even stoer te doen hier, hè? Hij staat even stoer te doen met je Charizard. Ik zag het wel, Lee. Ik zag wel dat je stoer aan het doen was met je Charizard. Oh man. Ja, het is wel een baas hoor. Het is wel echt een baas. Ik vind het een leuke gozer tot nu toe. Ik hoop dat hij niet soort van evil is op een bepaalde manier. Want ik vind hem tot nu toe wel vet. Leon, de kampioen Leon is terug. En Leon zegt, ik beloof dat ik mijn best blijf doen om de mooiste battles voor jou te houden. Voor jullie allemaal te houden. Oh, mensen zijn zo blij met Leon en zijn Charizard. Ze zijn natuurlijk trots op iemand uit hun dorpje. Nou, Leon houdt nog even een motivatiespeech. En het werkt, want iedereen zegt, we gaan ons best doen. We gaan net zo goede Pokémon trainers worden als jij, Leon. Maar jouw Charizard is veel te sterk voor ons.
Lien zegt, ja, Charizard is supersterk, maar andere Pokémon kunnen ook supersterk zijn. En daarom wil ik altijd de sterkste trainers battelen. Mijn wens is dat trainers uit Galar samen gaan werken om de sterkste trainers ter wereld te worden. En Charizard is het er mee eens. Oh, kijk, Hop, die zwaait even naar zijn brada. Mijn nummer 1 fan in de hele wereld, die kon me ophalen, zegt Lee. Kijk eens, Hop. Je bent gegroeid, man. Je bent wat groter geworden. En deze felle ogen hier, dat moet Rikachu wel zijn. Ik heb zoveel over je gehoord van mijn kleine broertje. Ik ben de sterkste trainer in Galar en een grote Charizard-fan, zegt Leon. Mensen noemen me wel de onverslaanbare Leon. Hop zegt, kom Lee en Rikachu, we gaan naar huis. Let's go! Oh nee, Rick, het is geen let's go meer. Ik mag dat niet meer zeggen. Het is Pokémon Sword and Shield. Nou, Leon die zegt nog even vaarwel. Doei iedereen! Maar wees niet bang! Ik zal er altijd zijn, zodat iedereen wat tijd kan doorbrengen met de kampioen van Galar. Hij is wel echt trots hoor. Wauw! Oh, wat ziet dit er toch mooi uit, hè? Fantastisch. Hop die vraagt om een cadeautje. Oh! Lee heeft een Pokémon meegenomen voor Hop en voor mij. En Lee zegt, ja, het mooiste cadeau van de grote kampioen. Het is tijd iedereen. We mogen nu waarschijnlijk onze Pokémon gaan kiezen. Lee zegt, let maar goed op jullie twee. Oh, daar zijn ze. Grookie. En Scorbunny. Ook leuk. En Sobble. Ja, Sobble heeft ook een plekje in mijn hart gekregen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Oh, wauw. Grookie gaat even de boom in. Sobble gaat het water in. En Scorbunny die rent er lekker op los. Oh, en die laat een heel spoor van vuur achter. Oh, kijk Sobble dan. Oh, en Grookie, ja. Met zijn stokkie. Oh, dit is zo leuk. Oh, ze laten ook nog even zien wie de sterk is tegen wie. Dat is heel slim gedaan. Nice, in een animatie. Dat is tof. Nou, oh, arme Sobble, niet huilen. Niet huilen, Sobble. Oh, jongens, wie gaan we kiezen? Lien zegt, oké, luister iedereen. Daar zijn ze hoor, de basis. Oh, welke gaan we kiezen? Oh, kijk die ogen. Ja, dit zijn precies mijn ogen nu. En voor iedere aflevering van Pokémon Sword op mijn YouTube-kanaal heb ik een question of the day hieronder in beeld. En vandaag is het, welke starter kies jij? Is het Grookie, Scorbunny of Sobble? En ik heb overal rondgevraagd welke starter jullie willen dat ik kies. En het lag heel, heel, heel dicht bij elkaar. Maar uiteindelijk hebben jullie gekozen voor deze baas. Voor Grookie, de grass starter. Het leuke aapje. Oh, we gaan Grookie kiezen. Jij mag in mijn team, Grookie. Yay, Grookie. We gaan geen nickname kiezen, want ik moet de namen van deze Pokémon gewoon uit mijn hoofd leren. Ja, kom maar, Grookie. Oh, dit is zo leuk. Grookie, jij bent mijn allereerste teamlid. Oh, en dan gaat Hop Sobble nemen. Ik vind Sobble ook zo cute. Hop zegt, ik wil de nieuwe Pokémon kampioen worden. En wij gaan dat samen doen, Sobble. En hij heeft gelijk een maatje, want ja, Hop heeft natuurlijk al een Wooloo. En Leon zegt, jij wordt de volgende Pokémon kampioen. Dat is waarom ik deze Pokémon voor jou en Rikachu heb meegenomen. Zodat jullie kunnen battelen en trainen. En samen sterk kunnen worden. En proberen net zo sterk te worden als ik. Arme Scorbunny, alsjeblieft. Mag jij mee? Ja, jij mag mee met Leon. En Leon is een hele goede Fire-type Pokémon trainer. Dus het is alleen maar goed dat jij met Leon meegaat. Oh, dit is zo zielig. Zag hem even kijken, zo van... En ik dan? En ik dan? En ik ben blij dat hij nu ook gewoon gekozen wordt. Nou, onze moeders zeggen... Nou, dit is wel genoeg geweest voor al deze trainer-nonsens. Het eten is klaar. Neem je Pokémon mee. En laten we eten. Oh, snap barbecue. Oh, kijk ze staan. Wooloo en Sobble en mijn Grookie en Scorbunny en Charizard. Oh, wat een happy family is dit. Dit is zo leuk. En de volgende dag. Je hebt de hele nacht doorgebracht met je nieuwe partner Pokémon, hè? Gaat dat goed? Begrijpen jullie elkaar al? Misschien is er al wat liefde tussen jullie ontstaan. En Hop zegt, natuurlijk. Rikachu is ook al vrienden geworden met Grookie. Elia zegt, luister trainers, geloof in jezelf en je Pokémon. Als jullie maar lang genoeg blijven battelen, dan worden jullie ook de onverslaanbare kampioen. Hop zegt, wat kijk je naar hem? Ik ben degene die je gaat uitdagen. Maar als jij denkt dat Rikachu je grootste rivaal wordt, dan ga ik hem nu uitdagen. Hier komt dan onze allereerste Pokémon battle. In Pokémon Sword. Let's go. Let's go. Oh nee, dat mag ik niet meer zeggen. Ik blijf het gewoon zeggen, jongens. Ik kan het niet... Ik kan het niet zeggen. Het wordt Grookie versus Sobble. Hop zegt, ik heb naar alle wedstrijden gekeken van mijn broer. Ik heb elk boek en magazine gelezen. Ik weet wat ik moet doen om te winnen. Nou, laat maar zien dan. Kom maar, we gaan battelen. En hij stuurt Wooloo eruit. Oh, hij heeft natuurlijk 2 Pokémon. Oh, maar dit is niet eerlijk. Jij hebt 2 Pokémon al. Nou, oké, we gaan het gewoon proberen. Ik ben benieuwd of ik kan winnen. Maar ik moet gewoon tegen 2 Pokémon. Oké, maar Wooloo is pas level 3. Dat scheelt. We gaan gewoon keihard scratchen.
Let's go, Grookey. Scratch that Wooloo. Oh nee, Wooloo gaat ook tackelen. Oh, oh. Ik ben onwijs benieuwd of we deze battles gaan winnen, jongens. Ik moet Wooloo denk ik toch 4 keer raken. Auw. Of heb ik nu een critical hit? Mag ik alsjeblieft een critical hit? Oh, dat is niet nodig, want we hebben Wooloo verslagen. Arme, arme Wooloo. We hebben experience points. Daarmee gaan we... Oh, we gaan gelijk een level op. We zijn al level 6. Wat nice, wat nice. En we hebben Branch Poke geleerd. Dat is een grass-type move. Ja, en die moeten we natuurlijk gebruiken op Sobbel. Hop zegt, het is nog niet over. Hier is mijn beste Pokémon. Ja, maar wij hebben nu Branch Poke, hè? Wij hebben een grass-type move die super effective is op Sobbel. Ja, ja, super effective. Oh, wat ga je doen? Oh, hij zegt, weet je al dat bepaalde types een overwicht hebben op andere types? Ja, dat weet ik, dat weet ik. Dat weet ik zeker wel, Hop. Zoals mijn Grookey op jouw Sobbel. En daar komt hij. Nog een Branch Poke. En we winnen onze allereerste Pokémon match. Nice. Arme Sobbel. Sobbel is al altijd zo verdrietig. En gelijk level 7. Wat lekker is dit, zeg. Hoppakeetje. En zo hebben we Hop verslagen. En hij zegt ook, oh, je hebt mijn 2 Pokémon verslagen met 1. Oh, jij en je Grookey zijn nu al te veel. Wat een schok. Maar nu weet ik wel waarom Lee vond dat hij jou ook een Pokémon moest geven. Want je bent gewoon een goede trainer, blijkbaar. Lee zegt, nou, ik had bijna mijn Charizard eruit gegooid. arme Grookey. Als Grookey de Charizard van Leon voor zich krijgt, dan gaat dat helemaal niks worden. Die is veel te sterk. Leon drukt ons op het hart om elkaars rivaal te zijn. En elkaar beter te maken. En Hop die wil sterker en sterker worden. Hop wil gelijk door naar de Pokémon Gyms. Ik denk niet dat dat slim is, Hop. Eerst moeten we gewoon even lekker gaan trainen. Voordat je gym badges wil gaan halen, moet je eerst even een Pokédex gaan halen. Want de Pokédex die leert je heel veel over Pokémon. En Hop die is gelijk weer enthousiast. Die zegt, Pokédexes, ja, we gaan ze halen. We moeten naar het Pokémon Research Lab voor Rikachu en voor Hop. Nou, let's go. Maar Hop zei dat we wel eerst even onze moeder moeten vertellen dat we... Oh, wow, dat we weggaan. Wat is daar gebeurd? Die Wooloo heeft zeker dat hek gesloopt, of niet? Ja, Wooloo heeft het hek gesloopt. Nou, nah, oké. Okay. En niet gesloopt. Maar hij is er wel doorheen. Hop zegt, ja, niemand mag daar naartoe. Maar de professors kleindochter is er wel een keer naartoe geweest. En die is ook weer teruggekomen. Ah, weet je wat? Wij gaan er ook gewoon naartoe. Gewoon zonder mijn moeder te vertellen. We gaan gewoon gelijk hier naartoe. Om die Wooloo even te redden. In the slumbering world. Oh, laat er hier alsjeblieft niet te sterke Pokémon zijn. Wooloo, waar ben je? Het is de quest voor Wooloo. We moeten Wooloo vinden. Oh, snap. Wilde Pokémon. Wilde Pokémon nu al. Oh, een Squawvet. Squawvet. We kunnen Squawvet toch niet vangen? Want we hebben nog geen Pokéballs. Oh, wat is die leuk. Oh, wow, 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 wow. Ik ben zo benieuwd naar al deze Pokémon. Ik ben zo benieuwd welke Pokémon Galar allemaal voor ons heeft. Maar deze Squawvet vind ik nu al nice. Zal ongetwijfeld een normal type Pokémon zijn. Dus waarschijnlijk ga je hier niet je game mee finishen. Maar weet je, ik ga ze gewoon allemaal vangen. Ik ga gewoon alle Galar Pokémon die ik vind, ga ik gewoon allemaal vangen. Oké, okay, let's go. Waar is Wooloo? Heb je Wooloo al gevonden, Hop? Oh, hij hield ons in ieder geval even. Dat is top. Dankjewel. Waar is Wooloo? En nog een wilde Pokémon. En dit is ook een andere. Oh, een Rookidee. Fantastisch. Oh. Nogmaals, ik heb dus de leaks allemaal nog niet gezien, hè. Dus ik heb al deze nieuwe Pokémon nog niet gezien. Ik zie ze nu voor het eerst in mijn leven. En ik vind het zo leuk om op avontuur te gaan in Galar, met al die nieuwe Pokémon die ik nog niet ken. Waaronder dus ook deze Rookidee. Het ziet er wel een beetje uit als een boos vogeltje, jongens. Kijk hem. Ja, hij kijkt wel aardig boos. Oké, okay, laten we even Scratch gebruiken nu. Want die andere move die was natuurlijk not very effective. Sorry, Rookidee. En door. We moeten Wooloo vinden. Go, 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 go. Was dat het geluid van Wooloo? Oh, dat klonk echt heel wanhopig. En daar hebben we nog een Squawvet. Go, Grookey. Wat een baas. Wat een baas. Het is wel grappig om te zien dat als je de Pokémon al een keer gebattled hebt, dan komt hier gelijk onder te staan of de move effective is, of super effective, of not very effective. Dat gaat je heel erg helpen in je Pokémon battles, want soms vergeet je gewoon een beetje welke move effective is tegen welk type. Dus dat is wel lachen, dat is wel makkelijk. Ik ga eerst eens even mijn Pokémon weer healen voor de zekerheid. Dankjewel, Hop. En dan gaan we nu even door. We gaan de mist in. Oh, dit ziet er onheilspellend uit. Wooloo, waar ben je? Ah, wij kunnen dit samen, Hop. Sowieso, wij zijn een goed team samen. Oh, kijk die mist. Ik kan niks meer zien voor mijn ogen, man. Waar ben je, Wooloo? Waar ben je? Hop zegt, ah, dit is gestoord. Ik kan niks meer zien. We zouden hier eigenlijk niet naartoe mogen. Oh, nee. Oh, nee, gaat het fout? Worden we nu aangevallen? Oh, er komt iets op ons af. Jongens. Wow!
Het is de Legendary, nu al. Holy crap, gewoon nu al, of niet? Of is het niet de Legendary? Nee, dit is niet Zacian. Ofwel? Wel, man, alleen heb ze zwaard niet. Yo, ik ga dit nooit kunnen fixen, man. Nooit. Nooit. Hier, ik raak hem niet eens. De Pokémon die is gewoon naar je aan het kijken. En Hop zegt ook, wow, dit heeft helemaal geen effect. Zullen we wegrennen gewoon? Ik kan ook niet wegrennen. Kan ik Growl doen? Ja, dat... Nee, ik kan niks doen. Ik kan helemaal niks doen. Hij staat hier gewoon te kijken. En hij brengt nog meer mist. Oh, wat is dit? Dit is super tof gedaan. Je komt gewoon gelijk die freaking Legendary tegen. En je kan niks doen tegen hem. Oh, wow. Wat gebeurt er? Je kan niks zien. En je hoort de huilende wolven. Wow. Wow. Dit was echt super dope. Wow. Wow, oké. Oké, we liggen hier. Blijkbaar zijn we toch gewoon aangevallen of zo. Of de mist was gewoon... Er zat iets in de mist. Aan Leon komt ons ten hulp. Holy crap, wat was dit vet! En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van onze allereerste Pokémon Sword aflevering hier op YouTube. Nogmaals, op het moment dat deze video verschijnt, ben ik op Twitch nu Pokémon aan het streamen en ben ik waarschijnlijk al verder dan dat ik nu ben. Dus kom vooral kijken als je dat wil zien. Twitch.tv/Rickachu. Doe sowieso een blauw duimpje omhoog voor deze gloednieuwe serie, voor deze nieuwe Pokémon game. Wil je al mijn avonturen volgen? Abonneer op dit kanaal en kom gewoon gezellig kijken op Twitch. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!